Wist je dat 15% van de mannen en maar 30% van de vrouwen UV-bescherming gebruikt? En dat als we dat dan gebruiken, dat we dan ook nog eens een keer veel te weinig gebruiken, maar 1/5 van de hoeveelheid die eigenlijk nodig is. Nou, in deze vlog ga ik je 3 tips geven om je huid optimaal te beschermen tegen de zon. En dan skip ik eventjes gewoon de bekende tips, hè, zoals niet tussen 12 en 3 in de zon. En bescherm je huid door kleding aan te trekken of een hoed op te zetten. Nee, 3 andere tips. Hier komen ze. Tip 1. Allereerst gebruik altijd een breed spectrum bescherming. Nou, wat bedoelen we daarmee? Bescherm je huid tegen UVA-straling en UVB-straling. UVA is een goede bescherming tegen veroudering van je huid. En UVB, dat geeft verbranding aan je huid, wat natuurlijk heel erg slecht is, heel veel schade oplevert, ook op termijn. Dus wil je je huid goed beschermen, dan moet je zowel tegen UVA als tegen UVB beschermen. Tip 2. Kies in de zonnige maanden altijd voor een dagcreme waar ook al een UV-bescherming in zit. Dus een dagcreme met een SPF. En op die manier ben je al zeker dat je een basis hebt gelegd in de ochtend. En natuurlijk kun je eroverheen altijd nog een SPF gebruiken, maar door het gebruik van een dagcreme waar al de SPF in zit, heb je al wat meer zekerheid dat je al een basisbescherming hebt. Tip 3. Het is raadzaam om elk seizoen opnieuw je zonneproducten aan te kopen. En waarom is dat? Zonneproducten, dus UV-bescherming, werkt het beste eigenlijk als ze vers zijn. En wat zien we vaak als je oude producten gebruikt van een vorig seizoen of sommige producten liggen al jaren in de kast, dan heb je gewoon geen garantie meer dat die UV-bescherming, dus die SPF, nog optimaal is. Als we kijken naar hoe zonneproducten worden gebruikt, de tubes blijven vaak open liggen, mensen gaan naar het strand, er komt zand in. Allemaal eigenlijk niet geschikt om zonneproducten langdurig te gebruiken. Dus adviseer altijd om elk seizoen opnieuw je zonneproduct aan te schaffen. En dan tot slot, ja, geniet van de zon, maar zorg ook voor een gezonde huid.